Hallo iedereen, welkom bij alweer de vierde aflevering van de Corner 3. En deze keer verwelkomen we onze co-host Aram terug. Hij heeft zijn voetbalcarrière even op pauze gezet, toch minstens voor één avond. Af en toe andere verplichtingen, Maarten. Ja, ik hoopte nog dat het basketbaltraining was, maar het bleek voetbal te zijn. Groot was mijn ontgoocheling. Maar we hebben uiteraard weer een gast vanavond. En ik zeg wel gast, sorry. Niemand minder dan onze nieuwe signing. Hij heeft eindelijk het licht gezien en na 4 jaren Leuven-Beiers beslist om die grote stap voorwaarts te zetten en voor 3 jaar bij Hubo Limburg United te tekenen. En hij had hem eerder zijn echte profcarrière begon in Den Helder. Een club waar hij afgelopen vrijdag van poepie heeft laten ruiken samen met onze andere boys. Hij is voorlopig goed na 3 wedstrijden voor, ik heb dat even opgezocht, 12 puntjes, 7 rebounds en 1 blokshot. On average, toch lekker. En hij had een dubbel-dubbel tegen Mechelen. En hij was toen ook MVP, denk ik, van ons. Ja, klopt. Welkom, Thibault Vanderhaegen. Goedenavond, Maarten. Ja, is dat juist. Goedenavond, Maarten. Aram. Bij hier te zijn. Allee, fijn dat je hier bent in het mondaine Tongeren. We gaan vandaag... een beetje zeveren over basketbal, de BNXT. En wat gaan we doen? We zijn 3 wedstrijden ver en ik voelde toch dat we klaar waren voor een aantal conclusies, een aantal overreactions. En we hebben er elk 3 voorbereid, een paar boude statements. Maar voor we daar gaan aan beginnen, misschien toch even voor onze luisteraars en de fans die we nog niet zo goed kennen, misschien een aantal vraagjes. Buiten basketbal, wat zijn zo de dingen die u bezighouden? Wat zijn uw hobby's, wat drijft u? Het grootste plezier kan ik hebben is gewoon een boek lezen en koffie drinken in de stad. Dat is echt... Ja, dat vind ik echt plezier. Gewoon lezen. Dat heb ik... Op uw eigen zijn. Ja, en een boek lezen ook. Daar heb ik echt plezier in gevonden het laatste jaar. Over self-improvements, alles. Dus non-fictie? Ja, non-fictie. Wat zit je nu aan het lezen? Nu Can't Hurt Me van David Goggins. Ah ja, die heb ik ook gelezen. Dat is een goed boek, daar ben ik zo mee klaar. En dan ga ik een... Ik zou zeggen, hou het bij zijn boeken en niet bij zijn podcast. Dan zeg je graag om de 3 seconden, fuck. Hoe kan ik krijgen de boats? Ja, ik vond het wel fantastisch. Ja, een heel goed boek. Lees graag, lees zot. En dan, ja, de simpele dingen. Anime kijk ik ook heel graag. Ben ik top. Tekenfilms eigenlijk. Nee, geen tekenfilms. Zo moet het niet noemen. Dat doet pijn. Anime, One Piece, aanrader. Niet zoveel episodes. Wat doe ik dan nog? Ja, met de vrienden gaan eten, rusten. En gamen, tv kijken. En dat is het. Zal de coach graag horen? Ja. Ja. Heb je een vriendin? Nee. Single. And ready to mingle. Single. Laat het daarbij houden. Te veel tijd nodig voor al zijn boeken te lezen. Te veel, ja. En focus op basket. Focus op basket. Luistert je naar podcasts? Af en toe. Die van Andrew Huberman vind ik de beste. Neuroscientist in Stanford. En die heeft allemaal verschillende manieren om je leven beter te maken. En zijn 3 grootste dingen zijn zonlicht in de ochtend, omdat het de serotonine naar beneden brengt, sauna's en icepads. Wat was het eerste? Zonlicht in de ochtend. Ah, oké. Omdat dat je stresslevels naar cortisol... Nee, wat was het nu weer? Ja. Wat is die stresshormoon? Hoe noemt dat? Cortisol. Dat brengt dat terecht naar beneden. Ah, ja. En dan sauna's en ijsbel. Ja. Dus dat zijn 3 grote dingen. Dat hij altijd mee bezig is en andere dingen ook van... Heeft hij ook altijd andere... Interessante manier om je leven beter maar eenvoudige ding. En dat is alweer een tijdje geleden. En dan Joe Rogan ben ik ook... Niet de Ringer? Nee. Geen basketbalpodcast? NBA, EuroLeague? Ik speel heel veel basketbal en daarnaast kijk ik EuroLeague. En buiten dat volg ik bijna niks van basketbal. Ah, okay. De NBA, misschien de playoffs zou kijken, maar buiten dat totaal niet. College? Ook niet. EuroLeague. Dat is eigenlijk de enige league dat ik echt volg en deze week weer opnieuw begint, dus kijk er wel naar uit. Ja. Wat verwachten we van EuroLeague dit jaar? De Griekse dominantie terug? Ja, ik denk Paok sowieso weer rekening mee houden, absoluut. Paok? Panathinaikos. Panathinaikos, ja. Paok, dat is ons niveau. Dat is ons niveau, ja. Ook geen slechte ploeg. Ja. Nee, Panathinaikos sowieso. Ik denk Real Madrid, dat je ook nog altijd wel rekening mee moet houden. Barcelona. Barcelona, ja, klopt. Je hebt een puntenrieter nu gespeeld. Ja. Dat zal ook de moeite zijn. Oh, ja. Het gaat weer een leuk seizoen worden. Een fantasy-ploegje weer maken. Ja. Oh ja, vorig jaar hadden we toch met die mannen van de Blokparty hadden een competitie aangemaakt. Okay. Daar hebben Rij en Mitch en toen een ploegje aangemaakt. Dus hopelijk doen ze dat terug. Kleine oproep. Ik zal ook eens kijken. Als er nog plaats is, wil ik altijd wel deelnemen. Ja, tuurlijk. Ja, je moet je gewoon inschrijven. We kunnen misschien een met de ploeg maken. Ja, zeker. De meeste volgen toch wel? Ja, we hebben een met de ploeg momenteel. Met Kobe... Ik kan ook even kijken wie er allemaal meedoet met de jongere mannen meer. Cliff. Dus, okay. Vorig jaar heb ik NBA Fantasy gespeeld met Wout. Die was daar zeer goed in. Goed, allee, maar we dwalen af. Goed, we gaan even inzoomen op de BNXT. We hebben nu 3 speeldagen. Of ja, de meeste clubs hebben nu denk ik 3 wedstrijden gespeeld. Een paar uitzonderingen niet te nagesproken. En Leuven nog maar 2 bijvoorbeeld. En ja, ik denk dat we al wat voorbarige conclusies kunnen trekken. Wat mij opvalt is dat er al maar 3 ploegen meer overschieten die ongeslagen zijn, als ik me niet vergis. Met onszelf, Hubo Limburg United, Zwolle en Kortrijk Spurs. Ja, klopt. En dus niet langer filo Oostende, met dank aan Mechelen. We hebben elk 3 statements. Ik stel voor dat we dat elk om beurt eentje benoemen en dan... daar een beetje over discussiëren of het roerend met elkaar eens zijn. Ik zou misschien beginnen met mijn eerste statement. En dat is dat Gaël Bouzin, of Bouzin zeg ik het juist, headcoach van Zwolle en voormalig assistent van onze Dario, die wordt volgens mij coach van het jaar aan de Nederlandse zijde. Okay. Zwolle is voor mij is zeer goed van start gegaan. Mm-hmm. Ongeslagen. Nog altijd, toch? Na 3 wedstrijden. Kloppen Aalst. Misschien dat te verwachten viel thuis. Maar winnen nu toch ook een close game van Brussels. Die toch ook redelijk goed aan het seizoen begonnen zijn. En dan hadden ze wel een logische overwinning tegen Bal Weert. Maar ja, ik vond... ze doen het heel goed. En ja, ze toont aan dat ze meer dan terecht haar kans kreeg als headcoach. Los van dat het nu een vrouw is, want dat vind ik eigenlijk zever. Ik snap al dat we daar even op inzoomen, maar ik bedoel vooral dat het terecht is als assistant die stap neemt naar headcoach. Mm-hmm. Ja, als je het goed doet, dan doe je het goed uiteindelijk. Als het nu man of vrouw is, maakt niet veel uit. Ik heb ze ook gehad in Oostende als coach en toen vond ik het ook al een heel goede assistantcoach was ze toen met Duva. En dat ze die stap iedere keer gemaakt heeft, is echt schitterend, vind ik. Was ze daar assistant van Sam dan? Of headcoach van... Ze was assistantcoach samen met Peter van Hoeken. Ah ja, oké. Okay. In de 2e klasse dan. En dan deed ze de jeugd ook nog, denk ik. Zo'n tijdje geleden ondertussen. En dan een mooie stap gemaakt naar assistantcoach in Oostende en nu naar headcoach. Ik gun het haar. Ik ben blij dat ze het doet. En ik hoop dat ze het goed doet ook dit jaar. En zoals je zegt, coach van het jaar zit er zeker in als ze zo blijft verder spelen. Ja, ik denk dat Zwolle ook wel een ploeg is die aan de Nederlandse zijde samen met Leiden wel hoog kan eindigen. Dus in principe als je die resultaten haalt nu en blijft halen, maakt ze zeker kans. Well, je hebt normaal gezien de grote 3. Hè? Leiden, Den Bosch, Groningen, pre-faillissement dan. Ja. Dus ja, moeten we Groningen nog bij die grote 3. Ja, en Zwolle zat daar wat tegenaan. Mm-hmm. Maar ja, ik vind vooral dat Den Bosch zwaar onderpresteert. Dus daar liggen toch mogelijkheden om daar... Ik denk als ze bij de eerste 2 van de Nederlandse clubs eindigt... Ja, dat ze er bijna niet omheen zullen kunnen. Ja, klopt. Maar goed, dat is een conclusie na 3 wedstrijden. Misschien verliest ze de komende 4 en wordt ze ontslagen. Dat kan ook. Dat is sport. Er wordt al eens rappencoach ontslagen. Hè? Het snelheidsrecord gaan we niet meer halen. Binnen, ik heb dat nog nooit... Ik zou heel lang moeten teruggaan, maar ik zou het eigenlijk niet weten dat een coach na 1 wedstrijd... Vooral een nieuwe coach. Ja. Je zou het nog kunnen dat een coach die al 2 jaar ergens zit, dat die na een pre-season en dan dat er van alles daar is gebeurd, dat het op was en dat men het al het jaar ervoor realiseerde of zo, maar dan een gloednieuwe coach. En iemand met toch ook wel al wat adelbrieven en toch al wat successen behaald als coach. Dus ook geen nieuwe, geen rookie coach, zeg maar. Voor alle duidelijkheid, we hebben het over Hammink bij Antwerp Giants, die na het eerste verlies, verrassend verlies, want de Giants begonnen met steile titelambities, nieuwe hoofdsponsor, de Chinezen die een hoop geld op tafel legden, of hebben gelegd. En Hammink, inderdaad, nadat hij de BNXT had gewonnen, dan denk ik Final Four dat jaar ook in FIBA Eurocup gehaald met Leiden, want die hadden Europa heel goed gedaan. Ja. Europa was top toen. En toch schitterend seizoen en dan weliswaar naar BBL, maar dan vrij snel ontslagen bij Frankfurt. En ja, ik dacht echt, ik vond het een goede signing. Ik ken Geert Hammink niet persoonlijk, maar als je zijn traject zag, denk ik, daar hebben ze de juiste keuze gemaakt, vond ik. Basketbal-wise toch. Dus ja, ik was echt dat dacht ik ook. Zeer verrast. Ja, dat sluit eigenlijk ook aan bij mijn overreaction na 3 speeldagen. Ik denk persoonlijk dat Antwerpen niet mee gaat doen voor de prijzen. En daar wil ik mee zeggen, dus geen bekerfinale of geen titel in de BNX of in België. Ja. Ik zie op dit moment, als dit allemaal gebeurt met zo'n ervaren coach die je na 1 speeldag ontslaat, dan zijn er toch wel meer problemen achter de schermen, denk ik dan gewoon een mindere prestatie. Dat is toch iets wat al langer speelt. En los van dat grote budget dat er is binnengekomen, lijkt het mij toch op dit moment een beetje een onstabiele situatie. Ja, het thema is overreaction naar 3 wedstrijden. Ja, er is absoluut geen enkel signaal wat inderdaad u ongelijk zou geven. Verliezen thuis tegen Den Helder, dan in Brussel gaan verliezen. Weliswaar, close game was een lelijke wedstrijd. Verdienen ze misschien niet te verliezen. Ik denk op het laatste had dat anders kunnen aflopen. Ja. Maar ik vond dan die wedstrijd tegen Joost of Kwestia, of hoe heet het nu? Ja, als jij tegen zo'n ploeg, met alle respect, maar de budgettaire realiteit is daar, er 11 achter staat op het einde van het derde kwart of 12... Ja, dan zijn de problemen toch groot. Oké, ze winnen die wedstrijd nog omdat ze het individueel talent hebben. En die jongens van Joost gewoon door de benzine zaten in dat vierde kwart. Omdat van een zeer beperkte rotatie. Anders hadden ze die match ook verloren. Hè. Ja, klopt. Ja, het is echt gek dat je na 1 speeldag die coach ontslaat. Sommige ploegen hebben wel tijd nodig om beter te beginnen spelen. Maar hoeveel nieuwe spelers hadden ze, Thibault? 8? 8, 9? Dat is al te veel. Maar heel die kern was weg. Ook bizar dat Jean-Marc gewoon weg is met nu. Ja. Dat hij niet gebleven is, of dat ze die niet gehouden hebben uiteindelijk. Robbie weg, Jean-Marc weg. De enige Belg die overblijft. Ja, wat Schoepen en Jo van Boegenhout, Dan maak je het zelf moeilijk, hè. Om een goede start te doen van het seizoen. Dan moet je 3-4 maanden in het seizoen zijn tegen dat iedereen op elkaar ingespeeld is. Een paar jongens die Flowers komt uit de tweede klasse Duitsland. Ja, hij heeft ook, dat is niet hetzelfde niveau. Hè. Ja. Ik bedoel, daar zitten goede ploegen in. Dat is een competitie waar we het al in de vorige podcast over gehad. Die wel aan het bijbenen is. Maar ja, goed. Het is toch een heel ander soort spel. Bij een ploeg waar je constant de bal hebt en er 30 shots per match mag pakken. En dan plots bij een ploeg die aan de top moet meedraaien, die toch teamplay voorop stelt. Ja. Dan moet... dat kan bijna niet anders dat daar achter de schermen dingen zijn gebeurd die wij niet weten. Die meer dan het een... zou best kunnen. Verwachten jullie snel een nieuwe coach? Of? Want jij hebt met haar we gaan hier naadloos over naar een volgende. Ja, dat is mijn hot take. Ik denk dat als Gilles stappen begint te maken met de ploeg, dan zie ik ze wel nog headcoach blijven eigenlijk tot het einde van het jaar. Ja. Dus je hot take is dat Gilles Laurent headcoach blijft tot het einde van het jaar van de Giants? Als die stappen er komen en de ploeg begint te draaien en ze winnen, dan denk ik niet dat er... Waarom zou je dan ook naar verandering zoeken als het goed gaat uiteindelijk? Dus het is een heel mooie kans dat ze kan nemen. En als ze die grijpt, zou het super zijn voor haar. Want ja, coach gaat weg. Like bij Sharwa is juist hetzelfde gebeurd met Sam Rotsaert. De coach stopt daar, hij wordt assistentcoach, van assistentcoach naar headcoach. En dan ook die stap direct gemaakt en goed gedraaid. En nu de laatste jaren goed bezig met Sharwa. Dus waarom zou ze niet hetzelfde kunnen doen? Ja, ik denk dat het... het kan 2 kanten op natuurlijk. Hè. Ja, zoals zo vaak in sport. Ik denk... Is het een opportuniteit? Is het zeker. Is het een geschenk? Ja. Dat weet ik niet. Het zal een beetje afhangen van hoe het bestuur haar steunt. Ja. Of die haar de nodige tijd gaan geven. Want ja, je weet ook wat daar is gebeurd. Die headcoach, zij moet dan met datzelfde spelersmateriaal aan de slag. Vond wel een beetje een vreemde opmerking als hij zei, we zitten nog in pre-season. Denk ik, ja, je werd wel deel van de staf. Hè. Als je nieuw ingetrokken wordt, de vervanging van, dan moet je inderdaad min of meer opnieuw beginnen. Ja. Maar ze zat wel mee, hè, ze was voor Hammink gesigned, dus ik neem aan dat ze toch ook wel serieus wat een vinger in de pap had als het over de signings van de spelers ging. Mm-hmm. Dus ja, en ze was er vandaag één bij. Dus ze zou de spelers zo goed moeten kennen als de vorige headcoach. Ja, het moeilijke waar is denk ik dat het echt onmiddellijk veel druk op ligt. Hè? Ja. Zeker met zo'n start. Het is eigenlijk van nu op dit moment al te presteren. Woensdag een wedstrijd tegen Leuven. Zeer belangrijk. Zeer belangrijk. Als je die wedstrijd verliest, kun je al echt van een serieuze crisis spreken bij Antwerpen. Veel vlakken geladen wedstrijd. Hè? Ja. Hey. Gilles toch niet onder stoelen of banken gestoken, dat ze misnoegd was dat ze daar de kans niet heeft gekregen toen Eddy vertrok. Ja. Zoals zij dacht dat zij next in line was en headcoaching worden bij Leuven, ja, dan wordt Christophe Michiels dat. Oké, er is daar natuurlijk ook van alles gebeurd. Andere mensen aan het roer gekomen. En ja, dus net tegen die ploeg waar je eigenlijk zo lang hebt gezeten en waar je eigenlijk had gehoopt headcoach te worden, moet je nu eigenlijk met... Ik geloof niet in het gegeven dat daar nu de rust terug is gekeerd omwille van die overwinning tegen Joost. Nee, ik zou naar mijn eigen kijken. Die wedstrijd winnen was voor mij de logica zelf. Ja. Het omgekeerde zou gewoon een blamage zijn. Dat je die dan met de hakken over de sloot wint, dat vind ik eerder bijkomend problematisch dan dat daar vertrouwen uit getankt is. Ja. Je wint, maar dat is echt alles mee gezegd. Hè? Leuven zal een goede referentie zijn. Man. Leuven heeft ook weer een mooie stap gemaakt met vorig seizoen. Goede ploeg, denk ik. En als ze deze winnen, dan zal het wel een mooie stap zijn in de goede richting. Voor alle tweede ploegen uiteindelijk. Als Leuven wint, gaat het heel goed gaan voor hun. Ja. En als Antwerpen wint, gaat het goed gaan voor hun uiteindelijk. Dus ik denk op het einde wel van het seizoen... Ja. Dus in Antwerpen? In Antwerpen. Kan het wel zo net één wedstrijd verschil zijn voor die play-offs. Die achtste spot. Dat ze ik verwacht... Op basis van wat ik nu heb gezien, verwacht ik wel dat Leuven gaat winnen. Ja, dat denk ik ook. Ja, en uiteindelijk, het is eigenlijk al zot dat je na 4 wedstrijden moet zeggen voor Antwerpen al een must-win eigenlijk. Mm-hmm. Na 4 wedstrijden is eigenlijk... Dat is een beetje de keerzijde van de medaille als je een topclub bent. Hè. Ik bedoel, de volgende wedstrijd van Oostende, geloof me maar vrij, dat is ook een must-win. Hè. Ja. Ja. Niet voor Dario zijn positie, maar of er gaan wat koppen rollen en spelerskern, denk ik. Ja. Kijk, iedereen wist dat ze wat ervaring op de point guard miste. Ze hadden wel een goede signing gedaan, vond ik. Die jongen is gekwetst, dus hij zal terug naar de States, blijkbaar. Ja, dat heb ik ook gehoord. En dan zit je met Noah en Ifono, dat zijn... ongelooflijke talenten, daar gaat niemand over discussiëren, maar een club als Oostende moet wel een senior point guard hebben, denk ik. Iemand met wat... als je ziet wat ze daar de afgelopen jaren hebben gehad. Ja. Van Rossum is weg. Dusan de jaren ervoor. Dus, maar goed, dat gaat gebeuren. Hè. Ik bedoel, Oostende, dat is een shirt ding. Hè. Die hadden zo'n nieuwe point guard tekenen. Dat is gewoon zo. Hè. Er komt zelfs weer een binnen waarvan we... die pannen van tak speelt. Ja, natuurlijk. Daar twijfel ik niet aan. Dat aanzuig-effect van Oostende en Dario, plus ze spelen Champions League. Je ziet ook gewoon alle spelers die toekomen in Oostende als Amerikaan een mooie stap maken daarna. Ja. Na welke ploeg dat ze allemaal gaan. En het is echt een goede stap. Dus waarom niet? Ja. Over Oostende gesproken, heren. De bekerfinale vanaf nu. Of ja, vanaf nu. Dit seizoen alvast in de Kortrijk Dome in Oostende. Ja. Wat vinden we daarvan? Kijk, als Oostende er niet in zit, kan ik dat accepteren. Maar als dat zo in Oostende is, dan is het wel... Oostende in Oostende is heel groot homecourt advantage dan. Ja, ik snap dat. Ik ken natuurlijk een beetje de ontstaansgeschiedenis van die beslissing. Het was zo dat de afgelopen jaren, denk ik, hadden we een goed concept in Vorst. Absoluut. Dat bleek dit jaar financieel niet meer haalbaar te zijn om het daar te organiseren. Dus had de Liga beslist om een soort van tender te houden en dat eigenlijk de clubs die het wouden organiseren en die daartoe de venue hadden, mochten een bod binnenbrengen. Eigenlijk met vooral als doelstelling om er een win-win van te maken. En vooral financieel een leuk event te organiseren, financieel ten gunste van de Pro League eigenlijk. Dus de 10 Belgische clubs. En... 3 clubs hebben een bod gedaan, met, en daarvan was Oostende veruit het lucratiefste voor de 10 andere clubs. En we hebben allemaal elkaar in de ogen gekeken, de clubs, en gezegd, ja, kijk, we beseffen dat we een neutraal terrein opgeven. Mm-hmm. Maar de komende 3 jaar zijn we bereid dat te doen. Dat is een beetje een sportieve versus een financiële afweging. Ja. Het is wel zo dat in principe volgend jaar het zal gegund worden aan een andere club. Dus dat er een bijkomend criteria wordt ingevoegd bij de beoordeling volgend jaar, dat als Oostende terug zou indienen en het ligt financieel ongeveer in de buurt van de andere aanbiedingen, dat het toch aan de andere clubs krijgt. Ja. 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 Okay. Maar ja, kijk, het is inderdaad zo. Hè. Maar goed, de voorzitter van Oostende argumenteerde ook, ja, maar de laatste 2 jaar hebben we de finale niet gespeeld. Dus het is niet dat het zo'n shirting is dat wij in die finale zitten. Maar ja, het is natuurlijk al geen cadeau om tegen Oostende te spelen als het dan ook nog daar is. Maar hey, leuke uitdaging zou ik zo zeggen, hè, jongens. Niet? Dat is het zeker. En een leuke busrit ook vanuit Limburg. Een hele lange, dus ik zal de drankvoorraad wel moeten beperken op de partybusjes, want anders gaan er niet veel meer bewust een finale meemaken als we het geluk hebben om ons daarvoor te kwalificeren. Ja. Dus voorlopig misschien even samenvatten, want we zijn wat overgegleden in elkaars overreactions. Mijn was dus, Gaël wordt coach van het jaar aan Nederlandse zijde. Jij zei dat Antwerp niet meedoet voor de prijzen. En dat Gilles een heel goede kans heeft om headcoach te blijven. Tot het einde van het jaar. Dan mijn tweede take is dat onze eigen Limburgse Kobe Abelshausen, dat hem ooit van Antwerpen is, dat zijn we ondertussen al vergeten, wordt Rookie of the Year. Oké, dat is een mooie. Ja, als je de wedstrijd tegen Den Helder zag, ja, gewoon topwedstrijd van Kobe, vooral ook van heel de ploeg. Heel veel jonge gasten die zich getoond hebben. Maar als je... Ja, ik had het voor de wedstrijd nog gezegd, zijn shot is echt heel clean. Dus als hij die consistentie kan houden om elke wedstrijd op die manier te scoren, niet alleen met zijn shot, maar ook... als een defense ook. Ja. Wat ik vooral... Ik vind Kobe... Hij verrast mij aangenaam. Ik moet zeggen dat hij dit jaar echt een klik heeft gemaakt. Hij is veel agressiever, werkt hard, maar neemt ook initiatief op het offensieve vlak. Waar het afgelopen jaren bij de B-ploeg bijvoorbeeld wel een beetje aan ontbrak, vond ik. Hè. Ik vind dat je echt wel, als je potentieel hebt of de ambitie hebt om op pro-level te basketten en naar BNXT te gaan, dan moet je voor mij op jonge leeftijd al domineren in TDM1. Ja. Als je daar een meeloper bent, ja, of je neemt geen initiatief, dan gaat je er niet geraken. Dus ik moet zeggen, hij heeft dit jaar echt de knop gedraaid. En daarom dat ik dat ook even wil benoemen eigenlijk. Ja. We zullen wel zien wat het rest van het seizoen brengt. Het is een overreaction, maar... Je zag het potentieel wel. Ja. Absoluut. En hij doet wat van hem... Er was een fase in de wedstrijd tegen Mechelen, wat ik heel goed vond van de twee spelers. Er was een snelle turnover van Kobe. Maar bij de inbounds, ze scoren, en bij de inbounds heeft Q de bal en hij vraagt onmiddellijk de bal terug op aan Q. Ja. Wat ik goed vond, Q heeft hem niet gegeven om Kobe te beschermen. Want hij zegt, ja, en ik heb er met Q achteraf over gehad, als hij dan nog eens de bal verliest, dan is een match gedaan. Ja. En ik wil even hem de tijd geven om die emotie te verwerken. En ik vond dat van allebei de juiste beslissing. Ja. Ik vond het goed dat hij zich niet van zijn melk liet staan en zei, kom... Geef naar de bal terug, ik breng hem terug op. Mm-hmm. Maar ik vond ook goed van Q, die als vet even de jongen in bescherming neemt. Dat is het leuke wel in dit team, hè, dat je die twee kanten van heel veel ervaring en jonge gasten hebt. Ja, dat is heel mooi. En ja, zoals je zegt, Kobe stapt er niet van weg. Hij blijft gaan, hij maakt zijn kleine foutjes, wat normaal is, hij is 19 jaar. Mm-hmm. Maar als hij zo blijft spelen, dat hij tegen Den Helder heeft gespeeld en de minuten neemt en pakt dat hij krijgt, gaat hij heel grote stappen zetten dit seizoen. En dan met de minuten in tweede klasse ook, dan zie ik hem echt wel heel veel beter worden en dan haalt hij wel die Rookie of the Year. Ik denk, ik zeg het, doen wat de coach vraagt, blijven hard werken, defensieve taken ter harte nemen, initiatief nemen op offense, alsof je daar hoort te zijn, want je hoort daar te zijn. Hè. Dus je staat niet op dat plein om alleen de bal opzij te passen, nee. Je bent een scorende guard, want ik denk dat zijn positie toch termijn. Beetje combo. Meer combo. Ja, 2-1 gaat zijn, meer dan een 1. Mm-hmm. En dat is het gewoon doen. Hè. Die balshot, evengoed shot. Ik bedoel, die ringen juist hadden in eerste klas of in tweede klas. Hè. Dus ja, nee, ik vind... Ik was nog los van Kobe... Ja, wat ik tegen Den Helder heb gezien, dat is waarvoor ik graag naar het basket ga. Hè. Dat is teamplay, effort. Ja. Defensief iedereen, echt geweldig. Iedereen die ervoor ging. Ja. Dan, als ik dat zie, dan denk ik, ja, als we zo spelen, ja, dan heb ik eigenlijk van niemand schrik. Want we hebben talentvolle spelers. Het is niet alleen hard werk. Het is talent gecombineerd met hard werk, wat heel rare is. Want als je bijvoorbeeld Den Helder hun guard zag... Ja, ik vond hem een verschrikkelijke speler. Hè. Die kan een bal wel door de ring gooien en al wat je wilt. Ja. Maar als men een bal verliest of als men moet verdedigen ja, dan is er niks mee. Ja, dat zie ik echt niet graag. Soms. Ja, als je de connectie van de hele ploeg zag op die wedstrijden, ja, dat is echt een genot om naar te kijken. Als je defensief ploegen zo pijn kunt doen, gaat je offense er altijd ook wel uitkomen, lijkt me. Ja, dat zeker. En ook gewoon als je kijkt naar de wedstrijd van Mechelen, hoe we samen hebben gespeeld, en als die teamflow erin zit, tegen Den Helder als ook, dan denk ik dat we een hele goede ploeg gaan hebben. Ja. Denk er ook. En als iedereen fit is en fit kan blijven en diezelfde mentaliteit aan de dag legt. Want ik vind het goed, hè, de lat is hoog gelegd. Hè, want het is niet toevallig. Hè. Zijn het de Belgische jongens die de overwinningen over de streep hebben getrokken? Natuurlijk, met het talent van Eli hebben we ook nodig gehad. Hè. Dat wil ik niet wegcijferen. Maar de nieuwe jongens zijn nog gekwetst, hè, met Jaron en Rob. Ja. Die weten wel direct wat ze moeten brengen. Ja, dat kan ook alleen maar positief werken. Ja. Het kan het niveau alleen maar naar boven halen. Het is on both ends of the floor. Hè. Het is niet alleen scoren en dan de rest het laten oplossen voor u. Nee. Het is on both ends. Nu, het zijn allebei wel jongens, denk ik, die diezelfde mentaliteit hebben. Zeker. Ze zijn ook gewoon alle twee winnen. Ze hebben echt die... Zeker Jaron, denk ik, is heel competitief erin. Die wil gewoon winnen en die gaat alles doen om te winnen. Ja. Oké, fijn. Ik was ook blij dat Wout MVP was. Want, ja, absoluut. Ja. Want ik vond dat zijn inbreng, tweede kwart, was een beetje de spark, vond ik. Hij doet vaak ook de dingen die niet in statsheet komen te staan. De hustleplays, overal tussen zitten. Heeft daar 4 keer op de grond gelegen, denk ik. Ja. Ik denk die een verschrikkelijk vervelende speler is om tegen te spelen. Ja, is verschrikkelijk. Ja. Ik vond dat toen ik bij Leuven zat en ik tegen Wout speelde, dacht ik van ja... Gaan we weer tegen Wout. Ik zal hem graag horen. Ik heb hem ook al eens gezegd, denk ik, van, als ik tegen Wout moet spelen, denk ik van ja... Het wordt fysiek basketbal, nu ook op trainingen. Hij speelt zo fysiek en blijft gaan. Ja. Dus Kobe Abelshausen, rookie of the year, maar dan als een beetje de posterboy voor de rest van onze hardwerkende jonge gasten. Ja, dan mijn tweede overreactie. De relatieve nieuwkomer op de hoogste klasse nu, Kortrijk Spurs. Ik denk dat die in tegenstelling tot Antwerpen wel mee gaan doen voor de prijzen. Als we de start van het seizoen zien, ook het budget, wat sommige mensen misschien niet weten. Ja, ik vind dat altijd, als mensen zeggen, Kortrijk gaat verrassen. En ik denk, nee, die gaan bevestigen. Voor mij was vorig jaar verrassend dat die de play-offs niet hebben gehaald. Met zo'n budget en zo'n spelerspotentieel hebben die zwaar geunderperformed. Ja. En dit jaar, ik bedoel, Rooijakkers als coach, die man heeft een palmares, om u tegen te zeggen. Enfin, niet qua prijzen, maar wel waar hij al heeft gezeten. Heel goede coach, denk ik. Heel goede coach. Die niet zomaar naar eender welk ploegje gaat. Daar moest een budget en een project tegenover staan. Anders ging die daar echt niet naartoe. Hij heeft er ook getekend voor 5 jaar. Dus. Ja, die heeft daar de reins gekregen. Hij zit daar maar zeker van. Ja. En dat is een coach die heel... agressief basketbal brengt. Ja. Hè? Dus, en dat ziet je ook. Hè? Nu tegen Groningen ook weer. Ja, dat is aan 120 per uur heel de match. Hè? Run and gun. Dus ja, ik ben het zeker met u eens. Ik vind het alleen geen overreaction, maar ik denk dat Kortrijk absoluut een van de te kloppen ploegen gaat zijn dit jaar. Ja. Dan denk ik wel, mijn overreaction is dat dan er toch een Nederlandse ploeg in die top 5 gaat zitten. Ik denk dat Zwolle, Leiden er een goede kans in maken. En dan de 4 Belgische ploegen die denk ik volgens mij erin gaan zijn Oostende, wij, Hubo Limburg, Kortrijk en Leuven. En ja, het zal interessant worden, maar ik denk wel dat er een Nederlandse ploeg bij komt. Maar ik heb eens gekeken, de top 10 vandaag zijn 8 België, als ik me niet vergis, en 2 Nederlandse clubs met Zwolle en... Leiden. Het staan redelijk hoog ook alle twee. Ja. Natuurlijk het underperformen van Den Bosch, die nog met 0-2 is. Ze hebben nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Maar thuis verliezen van Leeuwarden. Ook een heel nieuwe ploeg uiteindelijk. Ja. Maar ja, goed. Ik vind dat Leiden meer excuses heeft. Hè, met Ververs die vertrokken is. Ja, dat is waar. Van Bree naar Den Bosch. Kern toch wat... Ja, die die Nederlandse as die ze hadden. Bouwknecht ook niet weg, is die niet 3-on-3 gaan spelen. Ja. Dus ja, dat waren drie jongens waar je rond kon bouwen. En altijd wel die goede Amerikanen, die hebben ze terug dit jaar ook wel, vind ik zeker. Die Kok, daar ben ik wel echt een fan van. Ja. Ja. Die center is nog een beetje zwaar, maar het is wel heel skilled. Dus ze hebben wel terug goed gerecruit. Die coach, ja, dat is ook pak ervaring, Spradley. Maar Den Bosch, die hebben de afgelopen jaar toch altijd wel goed gerecruit. Heel geduldig, vond ik heel complimentair. En dit jaar, ik weet het niet. Maar goed, het is nog vroeg, hè. Maar... Ja, het is ook vroeg, maar ik vond ook de seizoen ervoor dat ik ook dat Den Bosch kampioen ging spelen. En Leiden meestal kampioen gespeeld dan uiteindelijk. Ja. Dat ook altijd aangenaam verrassend was. Nu... Leiden wint de Supercup met Aalst met 30 punten. Ja, met 30. Ja. Dan speelt Oostende tegen Den Bosch. Het was ook een 30er of een 40er. Hè? Terwijl de helft van de ploeg van Oostende nog niet eens meer deed. Hè? Buis was er niet bij, die Amerikaan was er niet bij. Het was... Ja, er is daar toch nog wel werk. En dat is het enige waar ik een beetje voor vrees, hè, aansluitend op jullie opmerking, is dat door de competitie samen te gooien en het misschien... onderpresteren van de gevestigde waarden in Nederland, dat de Belgen veel dominanter gaan zijn dan... Dus dat het verschil te fel naar voren gaat komen. Dus als het inderdaad zo gaat blijven dat de top 10 uit 8 Belgische clubs bestaat, ja, dat is niet zo heel goed. Nee, klopt. Het zou zomaar kunnen. Maar langs de andere kant, we zijn nog maar 3 matchen ver en we hebben toch al leuke wedstrijden gezien tussen België en Nederland. Ja, als je ziet Den Helder wint tegen Antwerpen. Den Helder, nu Leiden, de buzzerbeater tegen Leuven. Was gewoon een hele leuke wedstrijd. Absoluut. Joost doet lang mee, weer tegen de Giants. Maar uiteindelijk verliest toch ook maar nipt, moet je zeggen. Ja. De eerste wedstrijd was het Kortrijk-Den Bosch, of was het Kortrijk-Leiden? Ja, Kortrijk-Leiden. Leiden-Kortrijk. Tip in. Brussel tegen Den Bosch was ook een close game. Dus ja... Oké, die kleinere ploegjes gaan het misschien... wedstrijden zoals Charleroi, die daar Feyenoord met een 30er of een 40er... Ja, die gaat je erin tussen hebben. Ik bedoel, in het voetbal heb je dat ook, hè. Ja. Hoe vind je dat eigenlijk, Maarten, zo nu met Limburg United dan iets meer in onze richting wekelijks die Nederlandse ploegen ontvangen? Ik vind dat fijn. Ik vind dat heel divers. Ik had nooit gedacht dat ik nerveus ging zijn om tegen een Helder te spelen. Ja. Maar omwille van die eerste 2 wedstrijden... dat winnen in Antwerpen, die double overtime tegen Leiden. Ja, dan denk je, ik ken die ploeg eigenlijk niet. Nee. Wat gaat dat geven? Ja, goed. Ja. Okay. Ik heb in alle 2 competities gespeeld ervoor. En ik vond altijd van, ik denk dat Weert ook een goed voorbeeld is. Wij zijn vorig jaar met Leuven naar Weert geweest. We hebben daar overtime gespeeld. Je weet het gewoon niet met die Nederlandse ploegen. Als je dan niet juist begint aan die wedstrijd. Voilà, dat is het. Hè. Dat is het vooral. En ze kunnen zo uit de hoek komen en dan... zijn ze hot en dan kunnen ze niet stoppen, want uiteindelijk kunnen ze ook allemaal basket. Hè. Ja. Het is niet... Het is wel als je geen respect hebt en je begint er relaxie daisy aan, dan heb je het vlaggen. Als je denkt van dit wordt easy peasy, dan vertel ik u, het zal niet zo zijn. Zeker een Bal Weert. Ja, en dan ook de verplaatsing erbij. Mag je ook niet echt onderschatten als je van bijvoorbeeld Charleroi naar Den Helder moet, of van Limburg naar Den Helder, dat is 4 uur op de bus. Doet dat veel, ja? Ja, uiteindelijk zou het niet mogen, maar het kan soms wel een invloed hebben op een wedstrijd. Kan wel die buslijks en... Ja, het is niet altijd goed meegenomen. Het is niet, je weet ook niet wat er gebeurt op straat. Hè. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld maar 2 uur moet in de bus zitten en dat plotseling 4 uur is. Dat is ook allemaal, dan kom je net op tijd voor de wedstrijd, want Den Helder bij ons was 1 uur en een kwart denk ik voor de wedstrijd daar. Die hebben bijna 6 uur in de bus. Die hebben 6 uur op de bus gezeten, ja. Dat zijn allemaal kleine factoren die geen excuus mogen zijn, maar die wel meetalen uiteindelijk. Ja, we hebben sowieso effect op je voorbereiding een beetje. Absoluut. Zeg, als je het nu over reizen hebt, ik wil toch eens, nu jij erbij bent, we hebben binnenkort een hele drukke kalender. Hè. We vliegen naar Porto, we komen terug, we moeten dan tegen Bal. Donderdagochtend vliegen we terug van Porto. Dan moeten we vrijdag thuis tegen Bal Weert. En dan moeten we zondag naar Leuven, als ik me niet vergis. Dat zou goed kunnen. Ja, dat is binnen een 3-tal weken. Is dat een week die er... Is dat iets waar je van zegt, daar gaat vermoeidheid? Of zeg je dan, nee, dat is plezant, dat is veel wedstrijden spelen? Alle 2. Ja, het zal een mooie test zijn voor de ploeg, ook voor mezelf, van de eerste keer dat ik het ga doen. Ik denk dat coach meer dan genoeg verstand heeft van alles goed load management, dat alles in orde komt. We hebben ook een brede kern. Dus het gaat allemaal over management gaan, denk ik, van hoeveel spelen, hoeveel intensiteit, wat doen we er naast die wedstrijden, hoe is de recovery. Mm-hmm. Ik denk dat daarvan de kleine details gaan afhangen van hoe voelen we ons fysiek op de volgende wedstrijd. Maar hoe is dat mentaal? Dat kan ik u niet echt zeggen, ik heb het nooit gedaan, momenteel. Maar, hoe staat je daar tegenover nu op dit moment? Is het iets waar je naar uitkijkt? Ik kijk er sowieso naar uit. Ja. Het zal een heel mooie test zijn voor mezelf, voor dat als ploeg. En ja, het zal... ik kijk er echt wel naar uit, naar het Europees. Ook een van de redenen waarom ik naar Limburg ben gekomen. Ja. Ja, we hebben een aantal heel mooie verplaatsingen. Hè? Ja, we hebben wel meeval met onze kalender, vind ik. Allee, ja. Want je kunt ook gelijk Charleroi naar Azerbeidzjan, als ik me niet vergis. Net iets minder aantrekkelijk, denk ik dan. Ja, daar hebben we wel geluk in als je de goede ploeg mee hebt. Die goede ploeg kunnen ook betekenen dat je er... Ja, dat het snel gedaan is. Hopelijk niet. Maar ik denk het niet. Denk het ook niet. Deze ploeg heeft dat niet in zich, denk ik. Om denk dat we... zich van het plein te laten vegen. Als we alle 3 thuis winnen en dan 2 winnen on the road, dan hebben we 5 wedstrijden, dan zijn we zeker die top 2. Ja. En ik veronderstel dat we thuis wel goed thuisvoordeel gaan hebben en dat we die 3 wel gaan nemen. Dat we al 3 gaan winnen. Mooie ambitie, staat genoteerd. Ja. Wat was de volgende? Ik ben even kwijt. Jij hebt toen... ik heb de tweede gedaan van Kortrijk. Ah ja, dan is dat Thibault. Wie wordt Belgian Player of the Year? Ik denk nog altijd dat Pierre, Antoine Gillet, het gaat worden. Ik denk dat Jonas ook een heel mooie kans heeft ertussen te komen. Dat was uw statement. Dat helaas weer Pierre Antoine Gillet, speler van het jaar, Belgisch speler. Ja, niet helaas. Al een beetje, maar... Ja, helaas omwille van dat het altijd dezelfde is. Het is like dat Oostende ieder jaar kampioen speelt. Dat is ook zo... Hij verdient het, hoe hij speelt en wat hij brengt aan die ploeg. Keer op keer. Ja, hij verdient het om Belgian Player of the Year te zijn, maar het is dan wel weer van, het is weer hem. Dus ja, mensen... wel die competitie er weer... Voilà, mensen vergeten snel van hoe goed iemand is als hij een aantal keer iets wint, of als hij een lange tijd op zo'n hoog niveau presteert. En, ja, je wilt gewoon eens iemand anders, hè. En je wilt verandering, dat is gewoon zo. Maar hey, ik kan van geen ene keer zeggen dat het niet terecht was. Nee. Ja, zeker. Absoluut. Een zalige speler. Ja. En ik ben eigenlijk, we hebben het er voor we aan het opnemen waren, even over gehad. Ja, wie anders zou het gaan nemen? Ik denk, ik zie kansen voor als in een bepaalde ploeg een nieuwe naam, enfin, een nieuwe naam is veel gezegd, maar een van die jongeren plots op het voortouw of het voorplan treedt. En een dominant seizoen zou. Stel dat Jo van Buggenhout benoemd als kapitein. Ja. Giants doen het goed en hij is daar echt effectief de startende point guard. En ze gaan dat is een no-brainer. In onze ploeg weet ik het zo niet, omdat ik zie wel voldoende kandidaten. Alleen het is niet onze stijl om... Eén speler echt naar voren te schuiven. We roteren veel, het is veel teamplay. Ja, laat je morgen Seron 35 minuten spelen in plek van 22... Ja, dan kan die dat perfect zijn. Zet je Jonas 35 minuten op plein, kan die dat ook zijn. Maar dat is niet ons DNA. Nee, wij willen winnen. En liefst door... Ja, goed, en Oostende ook, hè, maar op die positie heb ik toch gezien de laatste jaren dat PAG er toch vaak 35 moest blijven staan. Ja. Dus ik hoop dat er al iemand uitkomt die competitief is met hem om daarvoor te gaan. Het zou alleen maar goed zijn voor de competitie. Ja. Uiteindelijk hebben we wel veel goede Belgen en ook goede jonge Belgen. Ja, ik ben zo de ploegen in mijn hoofd aan het afgaan. Zo, het zal natuurlijk... Je moet altijd kijken naar een ploeg waar ook die ofwel overachieved. Hè? Dus ik zeg maar iets, pakt nu Aalst. Ja, dan zou je een Sibylle Degen. Maar ik verwacht niet veel van Aalst. Dus dat gaat altijd een beetje onderbelicht blijven. Ja. Bij de Spurs... Die gaan heel goed doen. Sean Poudet heeft een heel goede start van de competitie gehad, vind ik. Ik denk dat hij zijn eerste wedstrijd ook bijna een dubbel-dubbel had met assists. Mm-hmm. Ja, dat is wel iemand die ik ben die al een tijdje aan het volgen, maar wij zijn op de guard goed bezet. Zeker, we hebben daar een Cliff. En dat is voor mij ook een Belg. Cliff Hammonds, niet meer zo jong. Maar, maar Sean vind ik wel, dat is zo iemand die... als hij een prominente rol bij Kortrijk kan op zich nemen en die gaan doorheen het seizoen, dan zou dat wel misschien iemand... Misschien dat ze hem nog te jong vinden of zo, weet ik niet, maar het is geen evidente naam. Ja. Maar ja, zo zien. Ja. Goed, dan moet ik eigenlijk een beetje mijn laatste statement, dus een beetje een negatieve statement, maar het gaat over, ja, er degradeert ook één ploeg. Klopt. Dus na de eerste 3 wedstrijden denk ik dat Bal Weert gaat zijn. Basketball Academie Limburg zie ik vandaag als de minst goede ploeg. Ik vind dat wel een beetje jammer, omdat dat een club is. Ik heb het wel op Radenko, de coach. Ja, een goede coach. Ik vind dat een hele sympathieke man, heel hardwerkend. Hebben daar altijd wel de juiste insteek gehad, met jonge jongens werken, veel Nederlandse jongens. Maar ik moet zeggen dat ik heb ze alleen in pre-season en bijder tegen gespeeld. En ja, hoe ze het seizoen begonnen zijn, ik vrees ervoor. Dus ik heb even gekeken, een negatieve score van 49. Joost zit ook op... een negatief doelpunt, saldo zou ik dat maar noemen, van 49. Joost zit op min 46, maar ja, die hebben tegen de Giants en tegen Oostende gespeeld. En Feyenoord min 47, maar dat is bijna te herleiden tot die ene wedstrijd tegen Charleroi. Ik zie daar ook weinig talent rondlopen, als ik eerlijk mag zijn. Brathwaite of weet hem, die guard is nog wel, Sava, die Lionel Cosson op de center, de Franse speler die ze hebben gehuurd. Het is ook een club waar de middelen er minder en minder zijn. Er zijn 2 clubs die geen aandeelhouder zijn van de BNXT. En dat is Joost, puur om financiële redenen. En Bal. Dus ja, het zijn allemaal tekenen aan de wand, wat mij betreft. Dus helaas moet ik zeggen, als ik na de 3 wedstrijden... Ik had al het gevoel na pre-season, maar de eerste 3 wedstrijden bevestigen voor mij een beetje dat helaas waarschijnlijk Bal zal afvallen. Het zal altijd een jonge ploeg blijven. Een ploeg waar jonge spelers naartoe gaan en proberen door te groeien en die stap te maken naar eerste klasse, die waarschijnlijk tweede klasse in Nederland allemaal goed genoeg zijn of meer dan goed genoeg en die stap wil maken en dan gaan ze naar Weert. En dan speel je in Weert. Als je daar een goed seizoen speelt, dan ga je naar een betere ploeg terug. Ja. Dus als ik dan die ploeg zou zien spelen in tweede klasse, bijvoorbeeld België, zouden ze het ook wel een beetje moeilijk hebben, denk ik nog. Omdat het zo'n vrij jonge ploeg is. Ja, omdat ze inderdaad die ervaringen, die vetsmissen. Weet je, zo de jaren ervoor had je daar Sander Hollanders zitten. Ja. Boukoumy zat daar vorig jaar. Boutouly, ja. Dat zie ik nu niet. Dat missen ze wel. Het is ook een heel nieuwe ploeg, denk ik. Buiten 2 spelers die gebleven zijn. Ja. En het Nederlands talent, ik weet het niet. Goed. Ik heb ze ook nog niet gezegd. We hebben ze in pre-season. Daar mag je niet altijd over oordelen, maar die gaan toch een moeilijk seizoen tegemoet, denk ik. Dat zal inderdaad zo zijn, denk ik. Akkoord. Mijn derde overreaction. We hebben hem in actie gezien 1,5 week geleden, 2 weken geleden. Loubry. Als Sixth Man of the Year. Waarom? Dat Jordan Heat daar zit, die was nu geblesseerd. Joshua Heat. Die daar zit, die was nu geblesseerd. Maar ik veronderstel, als die fit is, dat hij wel... Heeft ook meegedaan? Heeft meegespeeld tegen Oostende. Heeft hij meegespeeld? Ja, ja. De eerste wedstrijd... tegen ons was hem nog niet speelgerechtigd, maar hij heeft wel meegedaan. Ja. Okay. Dus ik verwacht wel dat hij alles gaat spelen en dat Loubry een beetje met zijn ervaring van de bank zal komen om een beetje de dingen wat te regelen. Dus op dat vlak verwacht ik Loubry als een van de kanshebbers voor Six Man. Ja, dat zou kunnen. Hij heeft natuurlijk zijn afscheid aangekondigd. Dus misschien dat daar ook nog eens een zekere gunningsfactor aan hangt. Hoeveelste seizoen was het? 17, 18? Ja, het was redelijk laat op het hoogste niveau gekomen. Hij heeft lang in tweede klas gespeeld. Hè. Ja. Iets te lang voor zijn talent. Ik ben... Geweldige speler, hè, Loubry. Zeker op offensief vlak. Ja. Maar ik wil toch een kanttekening zeggen. Als je er een zekere Cliff Hammonds op plakt, dan is het toch een ander verhaal, hoor. Tegen ons toch wel heel moeilijk met de druk die we zetten. Maar laat hem niet los. En, hebben ze nog staande gemerkt, hè. Maar, als je daar, de jongens op de guard daar, die kenden hem niet, denk ik. Ik denk dat Noah Noah zal allemaal moeten kennen. Ja. Noah zal moeten weten wie het is. Zeker als je met Eddy er genoeg op de nadruk heeft dat Loubry, als je hem alleen laat en laat zijn spel spelen, dan is hij unstoppable. Hè. Ja. En als je hem een goede big guy heeft die goed pick en roll speelt, dan, ja, dan vindt u, je vindt u gewoon blindelings. En dan kan hij echt wel heel dominant zijn. Dus, ja. Ja, en als hem het in zich geeft, shotjes, ja, ze vallen met zijn ogen toe bij. Ja, ja, wat was het tegen Oostende? Ze stonden 7 punten achter, een minuut en half te spelen. 2 drietjes in transitie van hem. En dan nog een 3-punter van de Amerikaan, denk ik. Ook in transitie. En ze staan voor, hè. Ja, inderdaad. En heel snel. Ja. Had ik wel niet verwacht dat ze die wedstrijd gingen winnen. Ja, ze had wel allemaal een beetje mee, maar ja, je doet het daar weer, hè. Ja. Ja, ja, zalige speler, hè. Hey. Ja, zeker. En sowieso die gunfactor is ook wel... Ja, het enige wat ik zo vind met Loubry... Ja, met Brussel hebben ze wel een paar heel goede jaren gehad. Ja, ook finale gespeeld. En zo met een Julian met Gamble en zo, toen die jongens daar zaten. 21. Oh, ja, we zien heb je de producer hier direct research. Top, maar ja. 21 seizoen op het hoogste niveau, dat denk ik... Eens kijken, de kool is door de kerk... Hij is een 21ste, kijk eens aan. Of de Hori. 21ste, ja. Ik kan nog veel jaren te gaan. Ja, ja. Hoogste seizoen van nu? Is dat nu mijn zevende. Zevende seizoen. Ja, hier ja, 4 Leuven, 2 Den Helder en het zevende. Ja. Oké. Dan was je ook vroeg bij, hè? Aan mijn 20ste, 21ste, ja. Hoe oud zit je nu? 26 dus. Oké, ja. We hebben nog tijd. Jazeker. Beste jaren moeten nog komen, hè. Ja. Bij Den Bosch United, hè. Voilà. En dan misschien nog een stapje hoger ook, hè. Want dat zijn wel de ambities, denk ik, hè. Zeker. Moet je ook hebben, vind ik. Ja. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. En iedereen die sport speelt, basketbal speelt, die wil die stap maken en zo ver mogelijk komen. Zo ben ik toch. Ik wil zien waar mijn carrière naartoe kan gaan. Zou je, wat je nu bijvoorbeeld ziet, hè, wat Nathan doet, en misschien... geen oordeel of zo, maar zou je dan zo pro-B Frankrijk, is dat dan... zou eender welke buitenlandse ploeg genoeg zijn? Of zeg je van, ja, ik vind wel dat het moet wel sportieven uit. Ik denk, financieel is pro-B Frankrijk een stap vooruit. Misschien ook niet, maar er zijn wel clubs die... Ja, ik denk, pro-B heb ik ook over getwijfeld, maar dan hangt het echt af van welke ploeg die er komt. Ja. Is het de ploeg die kampioen speelt en overgaat naar pro-A, waar ik meerdere jaren kan bij tekenen? Dan klinkt het interessant, maar om dan... middenboot, probeer te gaan spelen en om meer betaald te worden. Ja, ja, dat vraag ik me soms af. Van, ja. Ik zou, als het een ploeg is die basketbalgewijs niveau omhoog maakt, stel je voor dat er een Champions League ploeg komt, dan ben 3 jaar hier, ja, of een net, dan basketbalgewijs de stap, ga ik sowieso die ploeg die keuze maken. Maar voor financieel, ik weet het ook niet. Ik zou niet... Het zou wel veel moeten zijn. Het moet wel een groot verschil zijn met België om te zeggen van... Oh ja, ik ga daar gaan spelen, een beetje lager, omdat ik dubbel verdien in België. Ja. Maar ik wil echt wel alle 2 omhoog als een stap. Ja. Dus als basketbal en financieel omhoog gaat, dan maak ik die keuze en ben ik weg. Ja, ja. Makes sense. Maar eerst moet ik het bewijzen op het veld. En nu ook FIBA, de Europe Cup. Als ik het daar goed doe, dan is dat weer een mooie stap voor die Europese carrière te beginnen. De mooie kans ploeg, hopelijk. Ja, mooie kans om je te laten zien. Hè? Hopelijk met de nationale ploeg wel meer en meer minuten beginnen maken. Ja. Niet altijd evident met als je Gilles nog altijd hebt op de 4, dan de Jonas. Dan heb je Toumani die er nog bij kan komen. Dus het wordt een serieuze uitdaging. Goed voor België, maar... Ja, heel goed voor België. We hebben hier al van. Dus je moet je omvormen tot een 3. Oh, het zou wel leuk geweest zijn als ik zo meer op de 3 kan spelen. Terwijl je het op de 5 ook niet slecht doet. Hè. Het is de 5 is de tweede comfortpositie. Ik heb daar zo lang op gespeeld. In Oostende ook op de 5 gespeeld in de jeugd. Tweede klasse ook meestal op de 5 gespeeld. Want toen speel ik met Tim op de 4, ik op de 5, Tim Lambrecht. Ja. Na Den Helder een beetje dezelfde situatie terecht te komen. Je begint op de 4, 1 center gekwetst, hub ook naar de 5. Staat jij niet graag? Want, kijk, voor mij de 5, als ik pick en roll kan spelen en de guard kan die bal gooien en ik kan iedere keer loopjes doen, super. Ja. Maar als ik heel dagen moet opposten en in de post moet verdedigen en het is duwen en trekken, dan is het... Want dat is niet ons spel, hè? Ja, dat is zeker niet ons spel, maar als de tegenstander begint het op te posten, ik ben helder. Ja. De eerste 3 plays waren post-ups tegen mij. Als dan echt een... serieuze stevige center is, dan heb ik het moeilijk en dan wil ik daar niet echt graag spelen. Nee, snap ik. Dat snap ik. Dan speel ik liever op de 4. De 3 is altijd wel een kleine droom geweest om daar een beetje naartoe te schuiven, maar de 4 is echt die comfortpositie. Ja, kan nog komen hè, bij ons. Ik denk op de 5 erop komt terug. Er komt nog iemand bij om de blessure op te vangen van Toon. En dan zullen we zien. Ja. Zeker met het aantal wedstrijden dat wij moeten spelen. Ja, we hebben het nu al gezien, hè, na 3 wedstrijden, dat je heel de kern nodig hebt. Ja. Ja, ik probeer zoveel mogelijk aan mijn balhandeling te werken en naar die 3 te schuiven een beetje. Maar om te zeggen dat ik echt effectief op de 3 wil spelen en een 3-speler zal zijn, denk ik niet dat dat ooit gaat gebeuren. Gewoon omdat ik zo... Het zal van matchups ook afhangen. Ja. Soms, hè. Maar de 4 is ook gewoon de comfort. Ik speel er ook al heel mijn leven op uiteindelijk. Hè. Is dat uiteindelijk ook positief dat je in principe op 3 posities zou kunnen spelen? Ja. Je bent een veelzijdige speler, als ik dat mag zeggen. Dus is iets wat we in elke ploeg en het was, kunnen gebruiken. Sam van Rossum die vroeg mij nog van, hoe gaat dat gaan met Thibault en Jonas? Hè? Thibault is ook gewend om veel te spelen. En dan denk ik, maar we kunnen ook samen spelen. Hè? En die vraag heb ik ook veel gekregen. Ik zei, nu naar Limburg, achter Jonas gaan spelen. Ik zo, nee, samen met Jonas. Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Samen, achter, kijk. Coach heeft zijn ambitie. Is om te winnen. Hè. Ik bedoel, je komt naar een club die ambities heeft om je te voor de Ik heb het na de wedstrijd nog gezegd, dat was tegen Q, denk ik. Ik zeg, die statsheet, ik bekijk dat wel, maar niet in de zin van je hebt naar een match gekeken en na die match, nog voor een statsheet heb je gezien, zeg je, Wout Leemans heeft spark gebracht in het tweede kwartaal nodig. Ja. Ik bedoel, ik heb pas vandaag gezien naar de post dat een dubbel-dubbel had. Ja. Ik bedoel, je wilt winnen en klaar, hè, wie... Het is ook al 3 wedstrijden iemand anders bij ons die... hoe moet ik dan zeggen, opviel. Ja. Nu viel het ploeg vooral op, maar Wout viel ook wel op, vond ik. Ja. En Kobe natuurlijk, omwille van zeker. Dat je dat niet verwacht. Ja. Maar bij u was het de wedstrijd tegen Mechelen, Eli was tegen Mons cruciaal. Ja, en dat is chic, hè. Ja, zeker een ploeg dat er wel iemand gaat uitblinken. En het zal waarschijnlijk iedere keer iemand anders zijn. Maar dat vond ik zo chic vroeger aan, nog altijd, maar jaren minder en minder. Oostende... In de hele dominante jaren waar ik ze echt top vond, dan keek je zo naar die statleaders op de website van de Pro League toen nog. Mm-hmm. Daar zat bijna nooit iemand van Oostende tussen bij die top 10. Nee. Simpele reden dat team effort was. Ja. Die bal ging rond. Verdeeld ook. Dat was constant verdeeld. Daar stak niemand... Jawel, als je keek naar de wedstrijd, zeg je die is belangrijk, Ja. Maar niet stat-wise. Het laatste jaar is wat minder, vind ik. Heb je wel... Meer die echte go-to-guy. Jefferson, Amato. Ja. Die wel hun 20 punten per match bij wijze van spreken maken. Ja. Dat had hij vroeger helemaal niet, vond ik. En ze speelden allemaal 22, 23 minuten. Ja. Zo wat hem nu met Gilles aan toen is, dat was vroeger niet het geval. Mm-hmm. Dat waren ze heel, heel diep. Altijd. En daar vond ik wel altijd wel een succesformule. Ja. Want als je plots met blessures zit en die jongens zitten al... zijn gewend van... 11, 12 daar te moeten blijven zitten. En nu gaat dat niet het geval zijn bij ons. Hè. En die topjaren dan is ook echt wel altijd een goede point guard en een goede center. Ja. Dusan lang, hè. Bedoel. Ja, Dusan. Dan Rasko Katic als ook gehad en was center daar. Schitterend. Wel gek dat dat nooit gewerkt heeft met Katic en Charleroi. Ja, ook geblesseerd zeker was dat toen. Ook, maar goed. Nu moet ik wel zeggen, als we nu voor één coach niet in het systeem paste, was het wel voor Brian Lynch. Read and React en Open, dat was niks voor Rasko. Ook een figuur, hoor. Maar ik moet zeggen, bij Oostende, als we daar tegen speelden, als die bal in het side ging, dan denk je, lap. Ja. Kassa. Ja. Serieus manneke. Ja. John Toffee had je ook vroeger, hè. Dat waren zo van die... echte centers. Echte centers. Van die begrippen, die bleven ook jaren in de competitie. Ja. Dat gaat er toch een beetje uit, hè. Ja. Je hebt zo, bijvoorbeeld Toumba nu, die vorig jaar zag komen... toch altijd een beetje schrik van. Maar John en Rasko, dat waren echte oldschool centers. Ja, die in de post spelen, postmoves, spinmoves en alles, dat vinden niet meer. Dat komt niet veel tegen. Niet echt boven de rims. Fysiek dominant gewoon ook. Ja. Heel skilled, hè. Ja. Die speler die dan nog meest zo'n beetje terugkwam als Bigga was Ryan Kriener, vond ik. Ja. Die echt zo in de post, shotfaken, alles. Die echt zo die oldschool manier wel speelde en hoe speelde. Ja, dat kwam van UCLA ook, hè. Dat was die... Delkzot, hè. Ja, heeft ons seizoen gered daar. Goh. Ja, maar verdedigen was ook wel niet echt zijn Zijn beste, hè? Als je 20 punten maakt en doet het allemaal, dan kan er sommige dingen door de vingers zien. Ja, nee, maar dat was een fantastische speler. Ik weet nog dat de agent hem ook aan ons had aangeboden. Maar ik weet niet wie hadden we dat jaar. Ik weet het dan niet meer. Ik zou moeten opzoeken. Maar ja. Swat. Wat was uw hot take nu? Loubry. Ah, Loubry, Six Man of the Year. We zijn serieus afgeweken. Ja. Starten met Loubry en we eindigen met de Sanders. Ik denk dat ik... je moet afronden. Ik heb ze al 3 al gehad. Gilles als headcoach. Pierre Belgian Player of the Year. En dan de 5 Nederlandse ploeg in de top 5. Ah, oké. Okay. En wie gaat de finale spelen van de playoffs? Kijk. Ik zeg niks. We gaan niks jinxen. Don't jinx it. Dat kan goed. Nee, maar ik kijk er al naar uit. De rest van het seizoen. Ik moet zeggen, we zijn goed begonnen met Hubo Limburg United. Maar de competitie is ook goed begonnen, vind ik. Ja. En verrassingen. De kleintjes die van de grote kunnen winnen. Oostende die al een match verloren heeft. Ja, dus de BNXT. Het ziet er goed uit. En ik heb zin naar meer. Goed. Iemand nog een huissmijter, want anders kunnen we denk ik voor een keer afronden op onder het uur. En er is mij gezegd dat dat de ideale timing is. Daarom? Dan ronden we het af. Niks meer aan toe te voegen. Zodat je uitkijken nu naar volgende wedstrijden en het Europese avontuur van de Belgische clubs in zijn geheel. En ook zeker ook voor ons, Hubo Limburg United. En als ik me niet vergis, 4 Belgische clubs. Giants, wij... Ja. Hubo Limburg United, Spirou en dan Oostende in Champions League. Ja. Wie speelt er Europees in Nederland? Niemand in de FIBA, denk ik. Maar even aan denken, Den Bosch heeft zich niet gekwalificeerd voor Champions League en had dan beslist om niet mee te doen aan FIBA, denk ik. Oké. Weet ik niet van buiten. Ik ben ook niet 100% zeker. Ik weet dat Leiden heeft gezegd dat ze niet Europees gingen gaan. Dus geen Nederlandse ploeg in... Ja, er zijn wel... Groningen doet mee aan de Viking League daar, de European Northern Basketball League. Die doen daar wel in mee, wat ik een beetje een vreemde keuze vind. Nee, voor de rest geen... Ja, Heroes, ik weet dat die hadden kwalificatie Champions League en ik dacht dat ze inderdaad hadden aangekondigd dat ze daar niet doorgingen, dat het sowieso stopte. Ah. Maar dus de Belgische clubs voor het eerst sinds lang met 4 actief in Europa, waaronder Hubo Limburg United. En binnenkort spelen dus onze eerste thuiswedstrijd tegen Paok Thessaloniki. Ja, zeker ook ons volgen op de socials, op Spotify te beluisteren onder Corner 3 Podcast. Op YouTube staan ze ook, weliswaar zonder beeld. Misschien moet ik in de toekomst beginnen met zeggen waar je onze podcast kunt vinden. Kunnen we doen. Nee, maar altijd... misschien is het leuk voor in de auto te luisteren. En als je van basketbal houdt, weet je ons op die manier te vinden. Yes, en voor comments of suggesties kunnen ze altijd ons bereiken via de DM op Instagram. Ja, gelinkt aan Hubo Limburg United. Absoluut. Thibault bedankt, Aram bedankt en tot een volgende. Tot de volgende. Ciao. Tot de volgende.